Hoi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag weer een shoplog voor jullie. Wel niet zo'n, ja, geen super grote ofzo, maar wel weer een aantal aankoopjes van de laatste tijd. En ik dacht, misschien vinden jullie dat wel leuk om te zien. Dus ja, het zijn een paar kledingstukken en twee paar schoenen. Dus ben je benieuwd, blijf vooral gezellig kijken. Als eerste deze body met zo'n rijgkoord. Zit nou trouwens wel heel strak. Want ik heb hem al een keer gewassen, vandaar dat hij ook een beetje gekreukt is. Maar deze is van de H&M. Is ja, wit, niet echt spierwit, een klein beetje gebroken wit. En bodies zijn al een tijdje weer helemaal terug van weg geweest. Hè. Ik vind dat heel erg leuk om onder een blazertje te dragen. En vroeger, nou ja, vroeger klinkt wel heel oud, maar ergens in de jaren 90 waren deze dingen ook, bodies was ook echt helemaal je van het. Dat had ik ook echt heel veel. En ik droeg ze toen ook graag en dat is eigenlijk nog steeds. En ja, deze vind ik eigenlijk wel heel leuk. Hij was ook helemaal niet duur. Ik geloof, ik weet echt de prijzen niet meer helemaal uit mijn hoofd. 13, 14 of 15 euro. Misschien nog wel zelfs iets goedkoper. Het is dus een ja, witte body. Zo'n rijgveter. Die kan je een beetje, ja, zo strak of wijd zetten zoals je zelf wilt. Ik vind het wel mooi als dat strakker is. En hierboven een klein beetje open. En het staat gewoon, omdat de kleur natuurlijk vrij neutraal is, kan je het met heel veel kleding combineren. Zoals allerlei kleuren blazers, wat ik dan graag doe. Dan een maxi dress. Die komt ook van H&M. En dat is deze met deze print. Hij is echt super lang zoals je ziet. En wat is het eigenlijk voor print? Ja, je ziet een beetje mosterdgeel, zwart en wit. Dat zijn eigenlijk de kleuren. Hij heeft dan van die bandjes, zeg maar. En hierboven van die, het zijn geen kraties, het zijn studs. En dat kan je dan, het zit dan zo bij je hals, zeg maar. Dan gewoon spaghetti bandjes. De schouders zijn open. En het heeft dan een beetje het idee van een losse top. Het zit wel gewoon aan elkaar, maar dit zit dan een beetje een soort van, hangt er los overheen. En dan volgt dus de jurk. En deze was ook op zich niet echt heel duur. Volgens mij was die rond de €24,99. Ook bij H&M. En ik vind maxi dresses altijd heel erg fijn om te dragen. Het draagt lekker luchtig. En het, je kan het eigenlijk bij zoveel gelegenheden aan. En je kan het een beetje casual dragen. Je kan het op vakantie dragen met een slippertje eronder. Maar je kan bijvoorbeeld ook wat chiquer met hoge hakken. Of als je s'avonds een feestje hebt of wat dan ook. Dan doe er een paar pumps onder. En het ziet er toch weer net even anders uit. Dus het is gewoon heel veelzijdig. Een heel veelzijdig kledingstuk. Dan het volgende kledingstuk. Dat kennen jullie misschien wel. Deze is van Rijnders. En ik heb al vaker kleding van Rijnders laten zien. Misschien herken je ook wel het logo. Dit is de bekende baseball dress. Een hele lange, ja, nauw aansluitende jurk. Op de achterkant zie je dan ook Rijnders en nummer 95. En je hebt hem in verschillende kleuren. Hij was er vorig jaar trouwens al hoor. Zat hij al in de collectie. Dus het is geen nieuw item of zo in de collectie. Je hebt hem in het zwart. Volgens mij in het, dacht ik, in het leger groenachtig. Volgens mij ook in het rood. En in het grijs. Dat zijn zo de kleuren die ik weet. De jurk heeft lange mouwen. En zoals ik al zei, is het een nauwsluitende jurk. Dus hij vormt zich echt wel naar je lichaam. En de lengte valt ruim over de knie. Ik vind dat zelf altijd wel een mooie lengte. Zeker bij dit soort modellen. Het fijne is door de lange mouwen dat je hem zowel ook in de zomer met frissere dagen aan kan. En dan heb je het hier niet zo snel koud. Maar dit is ook een jurk die je gewoon echt het hele jaar door kan dragen. Want in het najaar en in de winter kan je er een panty onder doen. Een vest eventueel erover of een jasje. Je kan het zowel stoer dragen met sneakers. Die staan heel leuk onder deze jurk. En je kan het natuurlijk ook heel chic maken met een paar hoge hakken. En de prijs van deze jurk is €59,95. En dan deze top van Lofies, of top, eigenlijk is het een jurkje en het is een off-shoulder met zo'n brede, zwierige band. Ik vind de kleur heel mooi, want poederroze is echt wel een beetje die nude tint en zo, zijn echt wel mijn kleuren. Want zoals je ziet is die wel vrij kort en kan je hem gewoon heel goed als top dragen. En er zit ook een beetje stretch in en die zit ook nauw aansluitend en vormt zich ook dus naar je lichaam. Hij staat bijvoorbeeld ook heel mooi op een zwarte leren tregging of een zwarte jeans, zo'n rib jeans. En dan een kleur pumps in deze kleur eronder. En dan ben je echt helemaal ready to go. De prijs van de top is trouwens €34,99. Dan ga ik jullie een paar sneakers laten zien. Ik ben niet echt een sneaker type. Al heb ik wel een paar sneakers in mijn kast staan. Maar ik draag gewoon het liefst altijd hoge hakken. Maar ja, dat kan natuurlijk niet altijd. Dus een paar goede sneakers is natuurlijk wel handig als je die hebt. Deze vond ik echt heel erg mooi. En vooral onder dat grijze jurkje wat ik jullie net liet zien. Daar staan deze heel erg leuk onder. Deze zijn van Adidas. De Adidas Superstar. Je ziet ze nou echt all over. Overal waar ik loop zie ik dames in deze schoenen lopen. Dus heel origineel ben ik niet. Maar ik vind ze wel heel erg leuk. Ondanks dat wit besmettelijk is. En hij heeft dan een paar gouden details. Zoals hier, zeg maar. En de rest is gewoon volgens mij donkerblauw of zwart met wit. Maar ze lopen heerlijk.
En deze zijn, wat waren ze nou, 89,99. Daar moet natuurlijk wel een paar hakken tegenover staan. En dat zijn deze van Laura Biagiotti. Misschien kennen jullie dat meer nog wel van de parfums van vroeger. Die waren ooit heel populair. Daar had je volgens mij Roma. Je had Roma voor mannen. En je had volgens mij ook een geur die heette Laura. En je kan het nog steeds kopen, want ik zie de flesjes nog wel eens staan bij het kruidvat en zo. Ethos. Maar ja, dat populair wat vroeger had, is er natuurlijk niet meer. Maar er zijn dus ook schoenen bijvoorbeeld van te verkrijgen. En dat is echt dan op zijn Italiaans. Dat zie je ook wel meteen. In Italië maken ze echt hele mooie schoenen. Dit zijn schoenen met blokhakken. Maar dan niet echt van die blokhakken dat je denkt van zo, daar komt de hak en dan de rest. Dus ze zijn wel vrij comfortabel. Mooi, echt op zijn Italiaans afgewerkt. Ze glanzen. En dan hier van die gouden details bij de hakken. Hier ook hieronder. Een mooie gouden gesp. En ja, ik vind het eigenlijk wel een heel leuk, sierlijk schoentje. Ze dragen comfortabel, ondanks dat het hoge hakken zijn. Dat komt natuurlijk omdat de hak vrij, nou ja, dit formaat heeft. Dat loopt gewoon net iets fijner. En ja, je kan ze eigenlijk bij heel veel overdragen in de zomer. De schoenen zijn €64,99 en zijn onder andere te koop bij Zalando. En het was hem dan de shoplog van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet het blauw duimpje niet omhoog te doen. En laat hieronder even, als je wil, een reactie achter welke item jij het leuk vindt. En ik ben nog steeds een beetje aan het dubben over een lookbook. Wel niet, wel niet, wel niet. Daar ben ik nog steeds niet over uit. Dus ik ben nog steeds aan het nadenken daarover. Dus wie weet komt dat nog wel binnenkort toch wel eraan. Ik weet het nog niet. Verder wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. Een hele fijne dag gewenst. En natuurlijk tot snel weer in de volgende video. Doeg!